Op de ledenvergadering van de interne en overheidsaccountants is gedebatteerd over het onderwerp de Europese privacyverordening. Het is een verordening die naar verwachting mei volgend jaar in zal gaan en 2 jaar later ook daadwerkelijk tot boetes kan leiden. Draconische boetes, bedragen van 2 tot 5% van de wereldomzet, gaan momenteel de ronde. We hebben 2 mensen gevraagd om ons daar nader over te informeren. Allereerst is dat André Biesheuvel en daarna Wolter Karsenberg. Privacy betekent dat een individu weer in controle komt over zijn eigen informatie. Dat betekent dat je als individu heel veel informatierechten krijgt en rechten om inzage en vernietiging van je gegevens te vragen aan degene die dat van je heeft opgeslagen. Dat betekent dat de organisaties hun interne organisatie en informatiesystemen moeten aanpassen om te voldoen aan deze nieuwe wetgeving. En ervoor moeten zorgen dat ze de individu ook zijn rechten kan uitoefenen. De wetgeving zal waarschijnlijk begin volgend jaar van kracht worden. En dan is er een overgang van 2 jaar voordat de toezichthouder gaat controleren. En wat zou eventuele sancties kunnen zijn als je niet voldoet aan de regelgeving? De sancties zijn van materieel belang. En dat wil zeggen dat er hoge boetes op staan. In de bestaande wetgeving praten we over 2% van je wereldwijde omzet. In de nieuwe, aangepaste, praten we over 5% van je wereldwijde omzet. Dan wel zo'n 100 miljoen euro. Maar zijn dat boetes die gelijk in 2014 al zouden kunnen worden uitgedeeld? Nee, de handhaving vindt plaats 2 jaar nadat het Europese parlement heeft gestemd over de Europese privacyverordening. Oké, dus pakweg 2016 is het moment waarop er ook een financieel gevolg gaat ontstaan. Exact. Het is zeker werk aan de winkel voor accountants. Voor de interne accountants moeten we ervoor zorgen dat de interne controlesystemen op orde zijn. Voor de externe accountants betekent dat in het kader van een jaarrekeningcontrole dat ze een inschatting moeten maken in hoeverre een organisatie aan deze wetgeving voldoet. De allergrootste fout die je kan maken is wachten op een incident. Dat is eigenlijk veelal nu de huidige praktijk bij organisaties. Hoe groot de kans is er nu dat ik op privacy daadwerkelijk word aangesproken? Die kans gaat sterk toenemen. En dus is het zorg dat je in control bent en wacht niet op het incident. Nou, in eerste instantie is de organisatie inderdaad zelf verantwoordelijk. In de nieuwe Europese regelgeving is aangegeven dat je moet kunnen aantonen op ieder moment desgevraagd of je voldoet aan privacyregels. Dus in eerste instantie zal het bestuur van een organisatie daar zelf voor verantwoordelijk zijn en dus governance, risk en compliance processen moeten inrichten waarmee men ervan verzekerd is dat men in control is. Betekent dat een nieuwe stafafdeling? Nee, dat moet je vooral inrichten via je reguliere processen en vaststellen of de privacyrisico's die je loopt goed zijn ingebed in je standaardprocessen en desnoods je standaardprocessen daarop aanvullen en aanpassen. Is dit onderwerp nou ook belangrijk voor accounts in business en voor openbare accountants of is dit toch echt iets voor IT'ers? Dit is absoluut iets voor accountants. Het is ook iets voor IT'ers, het is ook iets voor juristen. Het vereist vele expertise, maar je zult ook als accountant nu echt aan de bak moeten, omdat de risico's groter worden door grote boetes die mogelijk zijn, maar ook doordat het belang van data, het belang van persoonsgegevens steeds sterker wordt in organisaties. Dus je kunt er niet aan ontkomen.